We gaan even een bonnefoontje doen, wij dan. Ja. Matthijs kwam op Facebook tegen dat Gea jarig is. Oh. Ja. Gea van Lucas. De Gea is dat. De Gea. Leuk. Ik ben wat toch in de buurt. Hoe oud is ze geworden? Matthijs, weet je dat toevallig? 57. 57 alweer. Ja. Het gaat snel, hè? Ja. Woonden ze nou hier? Toch? Dit was hem, toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Zo lang geleden dat we hier geweest zijn. Even op de bonnen voor. Ik wil even weten hoe het met Gea is. Toch verkeerd. Ja. Toch verkeerd. Zijn we verkeerd? Ja, nee, ja, ik was aan het twijfelen van of dit het adres dan was of, aan de of het volgende. Ja. Wat Gea is jarig. Ja, we hebben net op Facebook gezet. Oh, dat hebben jullie als buren erin opgezet. Ja, het zijn onze buren toch? Ja. En het is natuurlijk de vrouw van de vroegere Esperando. Ja. Dus een feestelijke dag. Ja, dan kun je je voorstellen dat ik in verwarring ben? Want ik weet, het was één van deze twee huizen. En dan zie je inderdaad de Esperando hier staan. Absoluut. Dat is ook artiestenwerk. Ja, het is een muzikale straat in de Pekela. Prachtig, ja. Pekela. Ja, dat is inderdaad prachtig Pekela. Heb je nog een feestje gehad bij Gea? Nee, er moet er nog steeds voor komen. Dus ja. De bedoeling is dat de Esperandos en Lucas en Gea een keer een samen feest geven. Wat vertel hem over de Esperandos. Heb je daar zelf een rol in? Ja, ik doe management. En Herman Keijzer, mijn vriend, die speelt bij de Esperandos. Daar is Esperandos ook van. Samen met drummer Bert Biezen. En we komen toevallig vannacht net van een feestje. Ook met Lucas en Gea. Ja. En Lady Rose. Is er toevallig ook nog beeldmateriaal van gisteravond? Ja, met Lady Rose. Ja? Nou, we gaan nog even een stuk. We gaan hem nagenieten van gisteravond. Laat maar in mijn wijn als zien. Batterij leeg. Batterij leeg. Zou je net zien. Ik kan me ook voorstellen naar zo'n avond. Ik heb de batterij dan ook wel eens leeg. Je partner slaapt nog natuurlijk. Nee, hij komt eraan. Ja? Hij zat op het toilet. Ja? Oh. Goeiedag, Mio. Nou, dat was wel een feestje, hè, gisteren. Ja, dat was weer super. Super gezellig, ja. Oh, Lourdes is worden. Ik lag om 4 uur lag in bed. Ik kom eigenlijk voor Gea. Waar Gea is je horen. Ja. Mooi dat je nog zo cool woont. Ja. We hebben Lucas en ik, we hebben gewoon Negio met elkaar gespeeld. Ja, ieder gaat een kant op. En dan ben je een poosje uitzicht kwijt. Ja. En zo ineens hebben we een juno's begonnen. Ja. En gisteren waren ze er dus ook bij begrepen. Ja, gisteren zat mijn huis in Barneveld. En Lucas en Ger, die kwam ook hem langs. En dan prikken ze hem in op ons geluid. En God, is altijd weer goed. Is altijd weer leuk. Ja, supergezellig. Nou, maar we hebben nog geen jaartouw natuurlijk. Ja. Die moet nu even feliciteren. Ja, dat moet nu gewoon. Ja. Absoluut. Die hond is in de handen. Ja. Eén maandje geven. Ja, één maandje geven. Maak er ook een feestje van. Ja. Hè? Oké, ga dan lopen. Ach. Nou, makkelijk. Ja. Nou. Kijk eens wat een entree. Ga je toch? Hoe zit het allemaal, jongens? Ah, oh, daar is ze! Ah, daar is ze! Ze komt er weer aan. Je gebakkeld natuurlijk. Lang zal ze leven in de gloria. Hoera! Hoera! Ja, als er Esperando's nog die wonen, dan gebeurt dit, Gea. Van harte gefeliciteerd. Verrassing, ja, ik zie er ook niet uit, maar. Ja, die waren toevallig in de buurt. Oh, oké. Okay. En Matthijs kwam zeker op Facebook. Hij zei van, Gea is jongen. Ja. Ja. Ik kwam net van hondentraining, dus ik zeg. Je bent wel een beetje in de verjaardagssfeer, hè? Ja, zeker. Ja? Gefeliciteerd, hè? Ja, bedankt. Ja, ik zou die ook nog even aangeven. Dus, oh, wat is er gebeurd? Een vingerbroek. Deur? Ik was met een boorhamer in het plafond, een gardenboor. Bleef die boor hangen. Ja, dat kun je hier dan, hè? Dus, ik denk, ik zet hem al draaien, die boormachine, dat het eruit draait. Dan kan ik hem eruit trekken. Ja. Maar ja, toen vloog die boormachine in het rond. Precies op de vinger. Precies op de vinger. Ja. Maar goed. Dus we kregen zo'n poes van Gea. Ja.
Is er ook verrast van werken, Lucas? Of nou, ik heb een mooi cadeau gegeven. Ze vroeg om wat anders, maar ik heb er twee bar aanhouden gegeven. Maar ze wil zelf een duizend frikadeel. Nou, heb ik er ook mee om. Dus wat wordt nog meer? En nou zo'n poes dus. Ja. Hè? En nou zo'n poes. Dit is en dat doen we anders dan frikandel. Maar doe me zo gek op, hè, op frikandel. Ja, ja, echt wel. Of een kist erop, over frikandel. Ja, niet zoveel. Nee. Maar dat kies me s'nachts wel van wekker, maar. Nou, op Gea. Dit was hem trouwens ook, Expeditie Grun. Kijk. En ik hier een hoorn heb. Kent zo'n poes heen. Zonder dat er wat gebeurt.